Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. We zijn ondertussen woensdag. Vandaag is eigenlijk ook weer een belangrijke dag binnen het 666-portaal. Dus als je heftige, hevige gevoelens voelt, weet dan dat dat ook een stukje gestuurd wordt door die collectieve standen van de planeet. Dus tegelijkertijd maak het niet erger dan het is, overdenk het niet. En nu is zeker de moment niet om zware discussies te gaan voeren, want dan ga je dat vanuit die verkeerde energie gaan doen. Dus echt vanuit de wonden, vanuit de gekwetstheden, en het gaat jou alleen maar nog meer onzekerheden en meer problemen brengen dan wat dat eigenlijk de bedoeling van het gesprek zou zijn. Dus dat gezegd zijnde, vandaag ga ik twee video's doen. Specifiek gericht voor tweelingvlammen die eigenlijk in scheiding zijn met hun tweelingvlam. En deze video is voor diegenen die dus in scheiding zijn en waar er totaal geen contact ook is. Dus geen berichtjes, geen telefoon, geen fysiek contact, niks nada, noppes. Dus, laten we erin vliegen. Voilà, dan krijgen we allemaal lekker drie kaarten. Ascensiekaart. De Eight of Orbs, en als ik mij niet vergis, hebben we die gisteren ook gekregen. Dus kijk eens naar de video's die we gisteren online gezet hebben. Ik kan niet zeggen, ik denk dat die is met de karmische tweelingen en karmische energie, dat daar is, maar ik ben niet zeker. En Six of Crystals. En wat krijgen we aan de onderkant? Oh, de Nine of Challenges. Dat wil zeggen, de diepe vervulling. Alles van je leven, die al je bekers, dus eigenlijk elk vlak op je leven is vervuld. Zonder de nood aan iemand anders. Want eigenlijk vanuit de verbinding die je hebt met je hogere zelf, kan je jouw eigen cups vullen. En dat is hetgeen waar je nu mag op focussen. Zeker als er geen contact is met je tweelingvlam, is dat hetgeen waar je te doen hebt. Ja. En meer te leren luisteren en te leren verbinden met je hogere zelf. Want het is ondersteboven. Leren verbinden met je sterrenafkomst en met jouw eigen zon. Yes, yes, yes. Want dat hoort bij het proces van ascensie. En het belangrijkste en het moeilijkste in de fase wanneer dat er totaal geen contact is met je tweelingvlam, is natuurlijk inderdaad die gedachten. En hier in dit deck zijn de ballen staan teken voor eigenlijk onze zorgelijke gedachten. Onze gedachten, de dingen waarvan we denken van ja, zie wel, ik hoor hem niet meer, of hij heeft mij geblokkeerd, hij of zij, maakt niet uit. Vul het zoals dat op jouw situatie van toepassing is. En we, wanneer we het proberen te benaderen, een tweelingvlamconnectie of een andere diepe zielsconnectie, dan zetten we ons eigenlijk vast door de ideeën dat we hebben, door de overtuigingen dat we hebben, door de templates waarin we in opgegroeid zijn. En dat vraagt dus eigenlijk balans tussen enerzijds zorgen voor jezelf en het focussen op je realiteit. Wat ik hier voornamelijk zie, is ook het stuk van de dualiteit versus het fysieke en het energetische. En zeker in tweelingvlamconnecties tussen de 5D-connectie en de 3D-connectie. En dat is hetgeen wat je nu aan het leren bent op dit punt, op de boodschap wat ik mag meegeven. Misschien wat zijn de onbewuste schaduwen voor tweelingvlammen in separatie met totaal geen contact. Wat zijn de onbewuste schaduwen? Wat zijn de onbewuste schaduwen? Daar gaat er al één. Wat zijn de onbewuste schaduwen? Oeps, en deze gaat de grond op. En één nog één. En wat krijgen we weer aan de onderkant? De lovers. Dus dat is hetgeen waar je naartoe werkt. Dus weet dat je, ik ga ondertussen de ander oprapen, weet dat je op weg, op het pad loopt van jouw ziel. En dus eigenlijk terug aan het keren bent naar die eenheid. Eerst eenheid in jezelf, om dan uiteindelijk samen te komen met een andere ziel in eenheid. En je kracht ligt in het begrijpen van wat dat eigenlijk wat dat er eigenlijk echt gaande is. Want het moeilijkste in een tweelingvlam, een zielsconnectie, net door het feit dat het te maken heeft met wie dat we zijn, maakt er natuurlijk voor dat de dingen die we in de realiteit zien niet altijd de waarheid zijn. Dus niet alles is zoals dat lijkt. Het is altijd heel goed en heel hard van toepassing op zielsconnecties.
Nu, wat krijgen we? Eventjes zien. Voilà. Ja. Deze van de Karma en van Domino Effects hebben wij ook gisteren gezien. En ik dacht ook die voodoo met de Karma, ben niet zeker. En dus wat zien we? De onbewuste schaduw, dus de dingen waar je nu tegenaan loopt, of waar je eigenlijk meer bewust mag over zijn, gaat hierover. Eerst en vooral is een elf. Elf is ook weer een signaal en een verbinding en een synchroniciteit en heeft te maken een bevestiging van dat en dat over een tweelingvlamconnectie gaat. Tegelijkertijd is het belangrijk, kijk hier die weegschaal en hier ook die weegschaal. Is belangrijk om balans te houden. Balans houden tussen focussen op je connectie en focussen op jezelf. En dat zijn de dingen die we niet geleerd hebben. Want we gaan altijd vanuit het logische verstand proberen dingen te gaan begrijpen. Hè? Maar tegelijkertijd, als er iets is wat heel moeilijk te begrijpen is met logische verstand, dan is dat wel ascensie en die tweelingvlamconnectie. Want het gaat over dingen van onze ziel of over onze energie. En die dingen verlopen niet zoals dat wij denken dat het allemaal zou moeten gaan verlopen. En dus, dit is ook weer het stuk wat we daarnet ook gezien hebben, dat het belangrijk is om nu bewust van te zijn. Dat wanneer je het niet begrijpt, wanneer dat er chaos is, weet dan dat dat voortkomt vanuit je ego en vanuit het idee of het gevoel van ik moet dat hier gaan kunnen verklaren. Maar dat hoeft dus niet. En het tweede is code. Maar code ligt omgekeerd. Waarom? Omdat je niet de synchroniciteiten en de nog niet alle puzzelstukjes hebt in dat volledige proces. En dat zal je ook nooit niet hebben. Waarom? Omdat vooral als vrouwelijke energie worden we gevraagd om eerst die verbinding met ons hogere zelf, om de verbinding met het hogere geheel, om dat eerst krachtiger te maken. Om daar eerst veel meer op te vertrouwen. En eigenlijk echt blindelings het pad te durven te lopen, niet wetende waar datgene gaat. Dus daarom ligt het omgekeerd. Zodanig dat we die balans tussen 5D en 3D, dat je eigenlijk dat kan houden. Wanneer dat gaat over 3D, focus dan enkel op je eigen stuk. Wanneer dat gaat over de connectie, vertrouwt en volgt wat je voelt en ervaart in de 5D. Want in hetgene wat je voelt, je emoties, dat is belangrijk. Niet je angsten, maar je emoties. De liefde die je voelt, dat is jouw leidraad. En dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat je de nodige lessen gaat leren, want dit is een driekaart karma. Het heeft te maken met vruchten, lessen dat we gaan leren, maar dit, vooral de dingen dat we uit die lessen dat we geleerd hebben gaan halen. En dat gaat een domino-effect teweeg brengen in jouw connectie. Ben eventjes aan het kijken welke kaarten dan we nog gaan bijdoen. We gaan kijken wat belangrijk is voor de mannelijke energie om te weten in deze connectie op dit moment. Het maakt ook niet uit wanneer je naar deze video kijkt. Het feit dat je deze nu ziet, is teken dat er hier boodschappen zullen inzetten die jou verder behulpzaam zullen zijn op jouw pad. En een boodschap of een wat moet de vrouwelijke energie in deze connectie nog weten? Oké, daar krijgen we er twee. En de onderkant is een higher view. Dus dat is hetgeen wat je constant voortdurend mag doen in die tweelingvlam-connectie. Waarom dat voortdurend stukken van jezelf eigenlijk naar boven gekomen worden. Wat zien we? De mannelijke energie wordt deze week volledig nog meer vanuit het hart gedragen bewustzijn. Dus eigenlijk vanuit het hart wordt dat meer en meer opengebroken. En gaat er eigenlijk ook de verbinding gemaakt worden met die hogere chakras. Vandaar dat we hier ook die lijnen hebben. Omdat van daaruit dan veel meer of veel gemakkelijker gaat zijn, ook voor de mannelijke energie, om die leiding en die intuïtie, zijn intuïtie te volgen. Maar ook die leiding en dus de verbinding met zijn eigen vrouwelijke energie te gaan krijgen. En dat is hier ook het 28, dus een 10, is ook weer het einde van de fase, einde van een les, einde van een cyclus waarin dat hij een aantal lessen heeft moeten leren, maar die ervoor waren. Die er nodig waren om letterlijk opengebroken te worden. Om letterlijk die muren, die patronen, die conditioneringen die opgebouwd waren rond het hart heen, om die te gaan openbreken. Dus dat is hetgeen waar de mannelijke energie nu op dit moment mee bezig is en mee eigenlijk een stukje mee worstelt, hoor ik. Maar vertrouw, weet dat dat ook eigenlijk een deel uitmaakt, het worstelen van het volledig opengebroken worden. En wat krijgen we dan voor de vrouwelijke energie? The power of purpose. Dat is hetgeen dat ik daarnet ook weer gezegd heb. The power of purpose, waarom?
Ook een 9, dus einde van dingen. Einde van constant alleen maar te focussen op de ander. Maar echt nu te focussen op zichzelf, op de eigen missie. Op de dingen van, oké, wat zijn nu mijn eigen wensen? Wat zijn mijn eigen dromen? En op welke manier kan ik dat nu eigenlijk gaan nastreven? En dat is hetgeen dat we hier ook in de eerste kaarten gezien hebben. Waar dat de vrouwelijke energie nu op dit punt in deze connectie, dus waar dat er een scheiding is tussen mannelijke en vrouwelijke energie en totaal geen contact, om te focussen op jezelf. Ga in missie. Ga de dingen doen die je leuk vindt. Ga de dingen doen die je vervulling brengen. Ga de dingen doen dat je, die je dichter brengen bij je dromen. En dan heeft het zelf, liefst zelfs nog dromen die niks te maken hebben met je mannelijke energie. En dat, hoe meer je dat gaat gaan doen, zullen ook vruchten dragen. Je ziet hier ook, er is een boom. En die boom draagt vruchten. Bloemen, en, maar het is heel klein om te zien. Maar het mooie eraan is dat ook weer dat roze is, dat roze rode, die verbonden is met die onderste chakras. Het is ook een 3, het is 12. Dus 12 weten is ook een belangrijk getal in de opbouw van ons universum. Dus 3, 7 en 12. Als je het samenbrengt, dan is het 3. En 3 is altijd het teken van eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie, die dan eigenlijk die heilige relatie brengt. Of met andere woorden, vanaf 3, hè, als je man en vrouw samenbrengt en er komt daar een baby uit, dan heb je eigenlijk een nieuw leven. Dus eigenlijk gaat het hierover. Hoe meer dat je gaat focussen als vrouwelijke energie op jezelf, op je eigen doel, op je eigen purpose. Ik heb net 11:33 gezien op de recorder, voor degenen die dat willen opzoeken. En dat zal jou de nodige vruchten brengen om verder te gaan in jouw leven. Eens kijken welke boodschappen dat nog kunnen gegeven worden, of die nu belangrijk zijn om mee te delen, om terug naar liefde en eenheid te komen. Ik heb het ook in andere video's gezegd, als je wilt deelnemen aan de giveaway die ik in de maand juli ga doen, en dus kans wil maken op het ontvangen van een deck van dit of een van mijn andere drie orakelkaarten, decks, of hoe noem je dat, dan is het belangrijk of is het handig om jou nu al te abonneren en de notificaties aan te zetten, zodanig dat je op de hoogte blijft van wanneer dat de giveaway van start gaat. Zal waarschijnlijk ergens in de loop van de eerste week zijn, maar dat ben ik nog niet zeker. Hangt een beetje af van hoe mijn verhuis verloopt. Oké, zijn er nog boodschappen? Nee, oké. Wat hebben we uit dit deck? Liefde is de enige waarde die telt, want liefde is de enige waarheid van het universum. Het lijkt onmogelijk om het systeem te veranderen, maar jij bent het systeem, dus verander jezelf en zo het systeem. Beweeg vlot mee in nieuwe uitdagingen en kijk wat het je brengt. Ja, zeker ook als vrouwelijke energie is dat belangrijk om te blijven vooruit te gaan, blijven buiten je comfortzone te stappen. En dan ga je ook heel veel dingen zien verschuiven in je connectie en in jouw leven eigenlijk. Angst voor het leven is erger dan angst voor de dood. En dat is ook zo. En vanuit die angst zorgt het ervoor dat heel veel mensen blijven zitten waar ze zitten. Dat heel veel mensen gewoon settelen met hetgeen wat ze hebben, terwijl dat ze zoveel meer verdienen en zoveel meer in staat zijn om te ontvangen. Vecht voor waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en compassie. Wacht, ik zal hem hier leggen, want ik zie dat je het anders niet kan zien. En kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. Dat is ook zo. Vaak is het zo dat we bang zijn dat we denken dat we nu een keuze maken en dat we voor de rest van ons leven aan vastzitten. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is ook weer iets dat we geconditioneerd zijn om het te geloven. En je kan voortdurend nieuwe keuzes maken. Hoe vaak is het niet dat je een keuze maakt en dat je dan gaandeweg merkt van, die keuze die ik gemaakt heb, of die job die ik gekozen heb, ik ben het ontgroeid, of die relatie heeft zijn nut gehad, zijn doel gehad, ik heb de lessen eruit geleerd, de partner heeft de lessen geleerd. Maar ook bepaalde patronen, de manier waarop je jezelf tentoonstaat, kleren die je draagt, waar je woont, het maakt niet uit. Dus het is belangrijk om jezelf de toestemming te geven om constant mee te stromen op de verandering. Want het leven is nu eenmaal enkel alleen maar verandering. Dat is het enige waar je zeker bent. Verzorg planten en bomen. En voornamelijk ook ga veel naar buiten. Ga naar buiten om je energie te gronden, om de wind door je heen te laten stromen. En wees creatief. Wees creatief. In die zin, hou een open mind. En zoals ik daarnet gezegd heb, trek je mind letterlijk open. Tap in op oneindige mogelijkheden. En vraag aan jouw team om te tonen
van wat dat het is dat je nog mag zien. Wat dat is dat als je bijvoorbeeld tegen een obstakel aanloopt, ga het niet zelf zitten bedenken. Want dan maak je gewoon gebruik van je beperkte referentiekader. Maar laat je team tonen wat dat er nog mogelijk is, waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. Vertrouw dat liefde er altijd is. En dat is ook zo, want jij bent ook die liefde. En hoe meer je inderdaad leert samenwerken met je team, hoe meer je die en de angsten loslaat erover om daarmee samen te werken, hoe meer je dat ook gaat ervaren en voelen. Wees trots op waar je nu staat. Ja. Ik ben heel veel angst aan het los aan het laten van iemand die naar de video aan het kijken is, want ik ben constant, moet ik zeggen, constant dingen aan het loslaten. Ik voel het voortdurend. Maar dus wees trots op waar je nu staat. Wanneer je angsten voelt, dan laat dat niet altijd zeggen dat je dingen gaat doen die niet goed voor je zijn. Nee, integendeel. Angsten zijn vaak momenten waarop dat je dingen anders gaat gaan doen dan je altijd gewoon zit. En dus dat je eigenlijk andere keuzes gaat gaan maken, waardoor dat je buiten je comfortzone stapt. En dat is hetgeen wat we voortdurend gevraagd worden wanneer het komt over bewustwording. Dus ook hier, wees trots op waar je nu staat. En heb aanvaard ook waar je staat. Erken waar je ook staat. Want dat is het resultaat van je verleden. En van hieruit kun je weer verder. Kun je weer andere dingen gaan aantrekken. Andere dingen manifesteren. Maar wanneer je nog altijd weerstand tegen voelt van waar je staat, dan zorgt er enkel maar voor dat je niet gaat ko kunnen komen waar je wilt zijn. Dus aanvaard waar je staat en wees dankbaar voor de dingen die je geleerd hebt, voor de dingen dat je gebracht heeft. Want dat gaat dan ruimte openen en eigenlijk de deur openen om nieuwe dingen binnen te laten. Want beperkingen zijn een illusie. Je bent oneindig. En net zoals dat jij oneindig bent, zijn er ook oneindig veel mogelijkheden, kansen, keuzes, ideeën. Volg een hogere tijdslijn en werk met de zilvergrijze vlam. Ja, dus de zilvergrijze vlam. En moet eens kijken op je YouTube-kanaal onder de playlists van transmissies. Daar staat er ook een transmissie om een hogere tijdslijn te kiezen. En ik voel dat je deze nu zeker mag ook gaan beluisteren en gaan doen. Omdat het jou ook gaat helpen in die fase waar je nu inzet met je tweelingvlam. En neem meer rust om alles wat je geleerd hebt te integreren. En dat is een hele belangrijke. Heel veel mensen willen altijd maar blijven gaan. Maar rust is even, zelfs misschien zo niet, nog belangrijker en waardevoller. Want dat is ook weer verbonden met die vrouwelijke energie van integratie, van gewoon zijn. En als je constant in de do-modus zit, constant in de modus van blijven leren, blijven cursussen volgen, dan zit je eigenlijk in die vervormde mannelijke en die vervormde vrouwelijke energie. En daar willen we net van af geraken. Oké, en dan de laatste boodschappen voor deze video, voor deze groep. Oh, ik ga even. Ja, ik moest even de video stopzetten, maar ik had een belangrijke telefoon. Maar dus, er waren nog drie boodschappen die ik hier wou aan toevoegen. Dat is gebruik je wijsheid om los te komen van vaste structuren. Alles kan anders. Wat kies je? Dus het is heel belangrijk dat je zelf kiest wat je wilt. En doorheen je de reis van ascensie en bewustwording aan het lopen bent, weet dan dat opgestegen meesters aan jouw zijde staan. Dus, ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen hebben. Vooral ook dat je weer hebt mogen leren, iets meer leren over de dynamiek en over wat dat betekent wanneer je in separatie, dus in scheiding bent en er geen contact is. Want eigenlijk is dat ook niet iets slechts. Wanneer dat er geen contact is, dan is vooral de mannelijke energie heel veel dingen aan het verwerken, heel veel dingen aan het leren. Dus zou ik bijna wel zeggen van wees dankbaar. Maar ik weet hoe lastig en hoe vervelend het is. Maar wees dankbaar voor de separatie en de scheiding en het geen contact hebben. Zo, als je zelf een individuele die dingen wilt, specifiek voor jouw situatie of de connectie waar je in zit, of nu met een soulmate is of met een tweelingvlam is, dat maakt niet uit. Het is eigenlijk bedoeld om je verder te helpen. Dan kan je die ook reserveren via de linkjes hieronder de video. Plus je kan ook via die linkjes hieronder zien op welke manier dat we kunnen samenwerken. Dus daar is het membership ondertussen. Die na de zomer volledig vol een bak gaat gaan. En dan zijn er verschillende trajecten. Dus één op één traject, een traject met de vlammen en dan ook het business traject voor specifiek bedoeld voor lichtwerkers. Dus maar mocht je daar meer informatie over willen, dan stuur mij gerust een mailtje en dan ga ik jouw vragen met heel veel liefde en plezier beantwoorden.
Voilà, tot in de volgende. Dag!